Ja, zien jullie dit, vrienden? Ja, ja, kijk even mee, kijk even mee, kijk even mee. Ja, ik ben in Nederland. Ja, ik ben in Nederland. En hier op Hollandse bodem moet ik even toch wat ergernis kwijt. Ja, ik moet even wat stoom afblazen, alsjeblieft zeg. En dat gaat natuurlijk, ja, dat hebben jullie al geraaien natuurlijk, over die kaag van die D66. Oi, 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 oi. Is me dat, weet je wat het is? Eerst begint dat met die kaag, begint dat al met irritatie gewoon. Dat je denkt bij jezelf, gadverdamme. Weet je, het is dat dédain. Dat is het. Het neerkijken van die kaag op zeg maar het klootjesvolk. Zoals ik. Ja, daar kijken ze gewoon op neer. En dat is het gewoon met kaag. Dat is de eerste irritatie. En daarna gaat het over, ja vrienden, in ergernis. Hele grote ergernis met die mevrouw Kaag. Want wat hebben we gezien? Eerst toen ging ze zeggen, ja, ik zou niet in de schoenen willen staan van die Rutte. Toen, weet je nog, met die omzichtaffaire. Ja, hij had gelogen en dit en dat. En daarna was ze zelf niet aanwezig geweest, zogenaamd, bij die besprekingen in de ministerraad. Ja, 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 ja. Dat is die Kaag. Die ging zelf lopen liegen. En dat is de ergernis. En nu, met die hele formatie, heb je dat gezien met die Kaag? Ja! We weten het allemaal. Wie hebben er gewonnen tijdens de verkiezingen? Wie waren de winnaars? Het was rechts was de winnaar. Het was gewoon rechts was de winnaar. En wat zei Kaag? Nee, ik wil graag formeren met links. Ja, ik wil GroenLinks, Partij van de Arbeid, allemaal onzin. Dat is nou die Kaag. Die zit die hele formatie te vervelen. Dat is wat Kaag doet. En oh, ik heb zo genoeg van die mevrouw Kaag. Wat denk je nu dan van die documentaire van de VPRO? En die VPRO, dat is ook verschrikkelijk gewoon. Dat is zo erg. Ja, die hebben ook diezelfde dédain als zij. En die zijn nog erger dan de Tros of wie dan ook. Dat is de VPRO. En wat zegt zo'n Kaag dan? Kaag zegt dan van, ho, maar dat is allemaal nooit gebeurd. Al die wijzigingen in die documentaire op mijn verzoek. Nee hoor, mevrouw Kaag, nee. En een dag later zegt mevrouw Kaag, ho ja, het is toch wel mijn verantwoordelijkheid. Ik heb er toch wel iets mee te maken gehad. Het is gewoon een leugenaar. Een lichtbeest is het, die Kaag. Weet je wat jij moet doen, Kaag? Je moet lekker een bootje nemen. Neem een bootje. Gewoon bloed. En je vaart naar Kaag-eiland. In de Kagerplassen. En daar ga jij gewoon zitten. En dat je er ook nooit meer vanaf komt. Want we pakken gewoon je vaarbewijzen af. Dat gaan we doen met jou. En weet je wat het is? Uiteindelijk, het klootjesvolk zoals ik, wij kijken neer op jou.